Dit is de schakeling die ik tot nu toe opgebouwd heb. De schakeling heeft 6 outputs in de vorm van 6 leds, maar nog geen inputs. Ik ga drie drukknoppen toevoegen zoals links afgebeeld in het schema. R1 tot en met R3 hebben een waarde van 10 kilo. Drukknop S1 en de weerstand R1 staan in serie over de voedingsspanning van 5 volt. Er loopt een verbinding van D2. Die als input gebruikt wordt naar de plaats waar de weerstand en de drukknop verbonden zijn. In de situatie zoals in het schema getekend is, is pin D2 verbonden via de weerstand met ground. De spanning op de ingang D2 is 0 volt. Wanneer je via het programma de waarde van deze poort leest, lees je 0. Wanneer de drukknop S1 ingedrukt wordt, is de spanning op D2 5 volt. De drukknop verbindt de pin rechtstreeks met de voedingsspanning. Wanneer je de poort uitleest, lees je 1, wat overeenkomt met high of 5 volt. De weerstand R1 wordt een pull-down-weerstand genoemd. Pin 2 is standaard laag door deze weerstand. Wanneer we de weerstand en de drukknop omwisselen, is pin 2 standaard hoog. De weerstand wordt dan een pull-up-weerstand genoemd. In dit geval wordt door het indrukken van de drukknop pin 2 met de ground verbonden en lees je bij het indrukken een 0. Wanneer de knop niet ingedrukt wordt, lees je een 1. Wanneer je geen pull-up of pull-down-weerstand gebruikt en de drukknop is niet ingedrukt, krijg je een zogenaamde zwevende ingang die niet stabiel hoog of stabiel laag is. Gebruik voor een ingang dus altijd een pull-up of een pull-down weerstand. De drukknoppen die ik gebruik hebben vier aansluitingen. De twee rood gemerkte aansluitingen zijn altijd met elkaar verbonden. De twee blauw gemerkte aansluitingen zijn ook altijd met elkaar verbonden. Wanneer je de knop indrukt, zijn de rode en de blauwe aansluitingen met elkaar verbonden. Hier plaats ik de pull-down-weerstand en de aansluitdraad naar pin D2. D2 is via de weerstand altijd verbonden met de ground. De andere kant van de schakelaar verbind ik met de positieve voedingsrail. Wanneer de drukknop wordt ingedrukt, is pin D2 direct verbonden met de 5-volt voedingslijn. Ik voer dezelfde stappen uit voor drukknop 2 en drukknop 3. De schakeling is nu klaar voor de volgende programmeeroefeningen met digitale inputs.